Ja, ik zat rustig te eten en toen opeens een explosie. Dus ja, ik ging gelijk kijken en toen kwamen de vlammen eruit. Ik had het al gezien op tv, dus ik ben gelijk in mijn kleren stappen erheen gegaan. Maar ik kwam aan, ik wist niet wat ik zag. Ik denk, ja, dat meen je niet. Je ziet hoeveel steun je krijgt en hoeveel mensen hard onder de riem stoppen. Dat is fantastisch. Mijn zoontje heeft twee mannen of twee personen weg zien rennen. Op de plek waar het gebeurt, er zijn alleen maar openslaande deuren, dus er staan geen prullenbakken, geen kaarsen, geen lampen of apparatuur. Dus dat is heel raar. En zaterdagochtend, rond 9:15, kreeg ik een sms'je van een vriend van mij. Met de kwart afgebrand, vraagteken, klopt dat? Nou, dat is best wel een stress. Ik keek op internet en ja, inderdaad, daar stond het ook. Dus ik kon er niet onderuit dat het zo was. Dus het was wel flink balen. Ja.